Ja, may the best win. Als het over Holland gaat, dan moet jij mij helpen, de mat. Ja. Noem 3, top 10. Dat is een vraag. Ah ja, van België. Blijf Belgen. Arjen Robben, ja. Doe jij even deze. Veel te veel getallen hierin. Ik ben helemaal gek hier. Allereerste vraag voor jullie is: welke Nederlanders hebben meer dan 100 caps gespeeld voor Oranje? Ja, Sneijder. Van der Vaart. Alle namen noemen. Edwin van der Sar. Ik denk Lukaku ook wel. En Hazard, denk ik. Die gaan allemaal u zeggen. En die gaan allemaal fout zijn. Ja, en Vertonghen. Noem 3 bondscoaches van de Belgische ploeg na het jaar 2000. Martinez. Martinez, Dick Advocaat. En hoe heet die andere ook weer? Oeh, gaan die dat weten? Wilmots. Zo, hé, joh. Kijk, man. Koeman. Van Gaal. Blip. Lekker, hoor. Noem 3 spelers uit de top 10 topscorers alle tijden van Nederlands elftal. Depay? Nee. Van Persie. Ja. Uitslucht. Sneijder, Robben. Hazard, Kevin de Bruyne, Lukaku. Ja, zijn er 3. Dat zijn er 3, toch? Top, zeker. Nou, dat doet het wel lastiger, denk ik. Mm-hmm. Noem de 3 steden in België met de meeste inwoners. Antwerpen, Brussel. Luik. Amsterdam. Rotterdam. Groningen. Nee, Utrecht niet, hè. Genk. Gent. Wacht, 2 seconden. Breda. Den Haag. Gent, ja. Ja. Die hebben dat juist. Noem 3 Nederlandse provincies. Ja, Nederlands Limburg. Nee? Zo. Wallonië. Nee? Dingen, Groningen. Brabant. Brabant. Noord. West-Vlaanderen. West-Vlaanderen. Oost-Vlaanderen. Noord-Vlaanderen. Noord-Vlaanderen. Wallonië. Hoe zijn wij eigenlijk? Sterk, Limburg. Ja, ik heb ook echt geen... Nee, deze kan ik helaas niet kennen voor de humor. Ja, ik weet gewoon dat Maastricht Limburg is. Dat is gewoon Nederland wat je nu opnoemt. Limburg, ze hebben het gewoon, Luxemburg, alle landen in één. Noem 3 officiële talen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is makkelijk, hè. Gewoon alle ja. Landen eromheen noemen. Nederlands. Fries. Fries, inderdaad. En Haags. geen Duits. Frans. Nederlands. En Brabant. Duits. Wow, Mathieu, ik weet het echt. Utrechts, nee. Deze hebben jullie ingegooid als instinker, hè? Ah, jammer. Hoe is die, hoe heet dat, Curaçao's? Papiamento. Ja. Noem 3 clubs waarvoor wij gespeeld hebben en de huidige club telt niet mee. Nou, dat is maar moeilijk. Ja, ik heb maar 1 club. Zeg maar je Ajax. AGOVV, Utrecht, PSV, voor ja. Dries. Southampton, Celtic Groningen. Voor de Bruin. Genk, toch? Hij speelde Genk. Genk, Wolfsburg, Chelsea. Ja. Ik heb er wel meer clubs te kiezen. Matthijs de Ligt heeft 2 ploegen. Noem 3 Nederlandse spelers die nu nog spelen in de Premier League. Van Dijk. De Bruyne. Allee, Ake. Wegworst. Ja. Lukaku. Origi. Gewoon vergeten. Ake. Ja, zo, allee. Allee. Dat is echt kind, jongen. Ben Teken. Het is niet dat als je er meer noemt, nee, dat je meer punten krijgt. Dat je bonuspunten krijgt of zo. Ja. Noem 3 linksbenige spelers uit de Belgische selectie. Jan Vertonghen. Lukaku. Ake, Blind. Berghuis. Van Ketelaren. Die ken je niet. Dat is die van Brugge, toch? Brugge, ja. Hij is links, toch? Van Ketelaren, dat tellen we niet juist. De Ketelaren. De Ketelaren. Wat zei ik dan? Van Ketelen. Oh, dat Ketelen. Is een Nederlands versie. Dat is een Nederlands versie, ja. Maar 8 op 9, daar had, die andere hadden we 2 op 3, hè. Hoeveel hadden zij? Wallonië. Ja, dan hebben wij gewonnen, hè. Noord-Vlaanderen. Ja, we gaan het zien. Wordt een leuk potje, denk ik. Leuk potje, een mooi potje. Hier moet je aan draaien, hè. Ik heb niet veel feestjes gedaan, hè. Hey! Mij nog ook niet, jongens. Dat was sluit, jong. Ik heb zeker al veel feestjes gedaan.
Yes! Holland, 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 Holland! Ja, dat is echt luid, joh. Mijn oren.